Ja, we zitten natuurlijk toch nog een beetje in de kerstsfeer. Goedenavond overigens. En het leek mij leuk om zo de laatste dag van het oude jaar... om eens langs te gaan bij een speciaal persoon... om daar de thuis bij door te brengen. Namelijk bij Jomanda. Jomanda. Die kennen we allemaal wel natuurlijk. Hè? Ze hebben eronder komen. Leuk om daar zo'n laatste dag even... Ik heb de kaartje. Dus, dit zijn die ingestraalde kaartjes. Die heeft ze zelf ingestraald op een of andere manier. Doet ze zo. Die zijn overal goed voor, zegt ze. Dit is nog een goeie, want ze drijven geloof ik 3 maanden goed of zo. Dus deze is nog goed. Die is een... Ingaan rechtdoor. Dat is makkelijk natuurlijk voor hele domme mensen. Heeft ze dat neergehangen, ingaan rechtdoor. Dus heb je mensen die gaan gewoon... rechtdoor. Hier is het waarschijnlijk al, hè? Waar was het nou? Jomanda Hall. Ah, hier komen we in de buurt natuurlijk. Jomanda Hall. Dat is de achternaam. Ik denk altijd, hoe zou ze heten? Daar staat het. Ze heet Jomanda Hall. Heet. Mevrouw Hall. Mevrouw Hall. Misleidend, maar wij gaan door. Mevrouw Hall. Ah, ze is er. Hier. Fiets staat voor de deur. Ze is er. De ingestraalde fiets. Een gezondheidszadel. Lekker. Mevrouw Hall. Kokend heet dat kaartje nu. We zitten er vlakbij. Mevrouw Hall. Mevrouw Hall. Ah, hier zit ze. Mevrouw Hall. Ah, daar bent u wel. Kom jij nou, het was hier een dan? Hele reis, mevrouw Hall, maar we Hoe zijn er Hoe kan dat nou? Nee, maar de deur is dicht. Hoe kan dat nou? Ja, ik heb het kaartje mee en die werkt ook op de buitendeur. Oh, ja? Ook. Ja, hij ging er... Dat wist ik helemaal niet op. Nee, ik denk, hij misschien werkt hier nog, want ik heb hem al heel lang. Maar hij werd ook hard. Hij werd ook heet bij u in de buurt. Moet ik hem even opnieuw instralen? Is dat makkelijk? Ja, misschien moet hij dan iets koeler worden. Oké. Ijskoud gelijk. Ja, wat leuk, zeg. Ja, maar, ja, voor ons natuurlijk. We zijn thuis bij met Gerard van Bezij. Ja. Om eens een gesprek te hebben met u over het nieuwe jaar. Gaat op morgen is het toch zover dat het nieuwe jaar gaat gebeuren. Ja, dat gaat huis. Ja. Het is zo'n laatste dag van jaar wil je toch even weten hoe het ermee is. Begrijp ja, dan met mij uitstekend. Ja. Dus maar ja, met jou goed. Ook zo te zien. Dus zeker. Ik denk aan, maar ik denk om even bij u te kijken, want hier, ja. Dit is uw... Dat is mijn kantoor. Uw kantoor. Ja. En hier hangt hij. Is dit, dit is uw jurk? Dit is ook weer wel de kleur. Ja, u hebt hier de reliquieën allemaal staan. Want ik zie hier ook de scheurkalender. Is het nog een oude? Ja, dat is een hele oude. Is een ja, hele ja, oude. Ja, maar daar kijkt u nog steeds op, want hij is van 95. Heb ja, u het zelf in de gaten? Dat klopt, ja. Oh. Nee, die staat hier toevallig. Dat oh, dat u niet denkt van god, dus ze komen allemaal op een andere dag. Dat klopt, dat hebben we in de gaten. Dat hier zo staat, ik zat zeggen. U doet dat een paar keer in de maand of zo? 4 keer per week. 2 keer op zondag. 4 keer in de week is er een bijeenkomst. Nou, dan lopen we de weg gewoon even samen. De weg die Jomanda altijd aflegt vanaf voordat ze de zaal in komt. Ja. Natuurlijk, ja. Dit is de weg. Oh, natuurlijk. Ja, achter is natuurlijk, zou ik maar zeggen, de artiesteningang natuurlijk. Waar we nu terechtkomen. Zoiets, hè. Nou, dan kom je hier. Ah. En dan normaal gezien dan steek ik het kaarsje aan. Dat doe het is een gezellig balkonnetje wat u hier hebt. Leuk, hè? De plantjes doen het goed, maar mooi, kan zeggen. Hè? Ja, die zijn niet echt hoor, want dat blijft niet goed in de hand. Oh, koud. Dat blijft niet goed. Kijk, ik wou zeggen, dat ding doet het ook al weer. Hoppla. Je hebt ze ook elektrisch. Ja, maar deze doet het wel. Ja. Dan komt dat jij in de buurt staat. Misschien heb je even geen contact nu met... Kom jij in de buurt staat, joh. Ja, we doen net of die... hier gaat u altijd naar beneden. Ja? Zullen we het samen doen nu? Ja, erg graag. Hoe loopt u? Waar loopt u normaal? Ik loop normaal in het midden, maar dat kan dus nu niet. Dat is een beetje moeilijk. Kan niet in het midden lopen. Op mijn rug kan ik niet houden, hoor. Nee. Dus dan moeten we gewoon naast elkaar. Kom op. Natuurlijk, ja. We gaan gewoon zo. Nou, misschien heel als u... voorzichtig, heel voorzichtig. Ja, voorzichtig. Heel voorzichtig. Als u naar bij mij op mijn rug... Nou, ik kan er even aan. Komt u maar, hoor. Ja, zo ben u nog nooit naar beneden gekomen hier. Maar ik dus ook niet. Je man daar is toch, hoor. Er is niemand natuurlijk, dat is een grapje, begrijp je wel. Dank u wel. Nou. Hoe kan ik jou niet inhuren voor iedere zon? Alleen natuurlijk. Met die lange jurk is dat een beetje moeilijk. Maar ik heb geen blauw pak, is dat erg? Nee. Oké, nou, dit is het fonteintje. Ach. Heel zielig straaltje, hè? Maar dan mag je normaal met je rechter wijsvinger onderdoor.
Oh, maar als je lekker je handen wil wassen, dan is... Mag nu, want het is nu nog niet ingestraald. Het is ingestraald. Nog niet. Nog niet. Dat doe ik dus altijd voor die tijd. En dan krijg ik door op een gegeven moment of mensen dus daar naartoe mogen. Daar gebeuren ook van allerlei dingen. Mijn vinger eronder door. Wat heb ik nou, nu niet. Oh, nu krijg je een natte vinger. Even doorlopen. Ik heb een beetje last van het fonteintje. Dat blijft natuurlijk altijd even hangen. Ja. Oh ja, hier zijn voor de rechtstreekse contacten. Ja. En dan is het... daar zie ik de beroemde flessen staan. Want je kan hier ook water meenemen bij u, hè? Ja. Het hoeft eigenlijk niet, maar de mensen vinden toch van... als ze het hier kopen, hebben ze een gevoel dat het echt is. Terwijl het ook via de radio en tv ingestraald kan worden. Kan dat? Het hoeft eigenlijk niks te kosten. Dus ze kunnen gewoon water uit de kraan... Maar dit is geheel ingestraald water. Dit dat is ingestraald water. Dit hebben we al gedaan. Ja. Maar als u nou instraalt, wat doet u dan? Nou, ik deed het vroeger altijd zo. Dus moest ik fles voor fles instralen. Maar het mag tegenwoordig ook zo. In totaliteit. Begrijp je. Ja, gewoon totaal, ja. Ah, maar hoe weet u wanneer u klaar bent ermee? Ik bedoel, als ik het fles... Dat voel je. Dat voel je. U krijgt het warm? Nee, dat weet ik gewoon. Oh. Is het gewoon in, instinct? Ja. Wat een poort uit hebben om thuis te komen. Intuïtie zou je kun je zeggen, ja. Maar dat weet ik gewoon, dat voel ik. Dat krijg ik ook als het ware door dan. Hoe lang doe je met zo'n fles? Ze kunnen twee slokjes drinken, 's morgens en 's avonds. Oh, je moet het op... Ik dacht dat je je ermee moest insmeren. Je nou, moet dat, ook dat. Als mensen dus een huidaandoening hebben, dan kun je dus deppen. Oh. Dat kan. Oh. Heb je oogklachten, als je van je bril af wil komen... Ja. Zou je ook een compressje met ingestald water 10 minuutjes op je ogen kunnen doen. Is het echt waar? Ja, misschien heb je de volgende uitzending eens geen bril meer op, dan weet je waar het voor komt. Ja. Maar dan moet je natuurlijk wel gebruiken. Zou ik even kunnen proberen? Mag van mij. Dan gaan we natuurlijk gelijk dat willen we meemaken natuurlijk, hè. Wonders worden hier op verzoek verricht, dat zien jullie wel, hè. Ja. Er komt wel meer kleur. Het wordt toch helder daardoor. Ik zou even... Nou, hier. Mijn glazen zijn er spontaan uitgevallen. Kijk dan. Zie je het gebeuren? Zie je het gebeuren? Ongelooflijk. Je hebt toch, je staat er toch een beetje septisch onder tegen. Mag ik zo'n fles meenemen? Want dat ik mag. Heb natuurlijk, je weet niet, misschien dat ik het morgen weer... dat het morgen weer dat over mag. Is natuurlijk. Dat mag. Ah, ja. En oh, hier komen we in de hal zelfs. U hebt, het is een soort sleep-in. Hebben u ook problemen gehad met die naam Arena? Of, nee hoor. Mochten u die zo gebruiken? Geen probleem. Want het is, het heb iets van, dit ligt altijd vol met mensen die... Ja. Maar wanneer ga je hier nou op liggen? Nou, ik krijg dus door op een gegeven moment wie er dus uitgenodigd wordt. Van wie? Ja, daar heb je het, hè. Dat is juist het raadsel. Oh, dat klinkt. Ja, dat komt dus van een andere wereld af. Oh. Nou, en dan mag ik dus zeggen van... die en die met die en die kleurtrui aan of zo mag op de tafel plaatsnemen. Moet je ook maar toevallig die kleurtrui aan hebben dan? Ja, nee. Oh, u ziet ze zitten. Dat klopt. Het is wel een machtig gezicht. Ja, mooi, hè? U staat natuurlijk op een podium, omdat u bent, als ik eerlijk ben, u bent zelf niet erg groot. Nee, ik ben maar heel klein, hoor. U bent niet overheersend, zal ik maar zeggen. Nee, wil ik ook niet. In aanwezigheid. Nee, echt niet. Nee. Maar daardoor hebben we natuurlijk... Die maakt u dit soort gebaren om aandacht te trekken. Anders denken ze, is er nou... Nou, die lange jurk maakt al lang, de hoge hakken maken al langer. Lange jurk maakt gewoon ook. Daarom, ja. Nou, ik ben blij dat ik bij u mocht zijn. Want ik heb in ieder geval de spullen voor het nieuwe jaar bij me. Daar kan ik toch wel een jaar mee voort met deze twee flessen. Goeie, moet je zo heel even doen, voordat je het nieuwe jaar instapt? Je wordt er nog dronken van ook. En het kaartje van Jomande, dus wat kan er missen? Dan gaan we op weg naar 97. Ik had we doen. Wat is... Zal ik jou proberen het nieuwe jaar in te helpen nu? Nou, dat duurt niet lang meer. We gaan het toch zo automatisch in, toch? Dat stapje over die drempel? Dat u me de eer naartoe helpt. Ja? Doen? Nou, dat wil ik wel mee. Het is leuk om daar als eerste te arriveren in 97 natuurlijk. Wat moet je doen? Petje maar op. Een soort Star Trek. Nou, oké. Daar gaan we. Beat me up, Scotty.